Hoi. Hoi. Sorry, ik had één busje later. Ik zag hem zo wegrijden van mijn neus. Oh, kan gebeuren. Kom binnen. Nou, dankjewel. Ik had al wat water opgezet. Wil jij een gemberthee of een melange? Oeh. Nou, zullen we dan maar beginnen? Ja, leuk. Spannend. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dus. Ja, er zijn wel een aantal kwesties die spelen in mijn leven, waar ik hoop een soort van inzicht... Mooi. Nou, ik heb hier een aantal kaarten en die gaan antwoord geven op jouw vragen. Als jij ze even wilt schudden. Oké, ik? Ja. Gewoon, Gewoon eventjes, snel. Ik doe het wel even. Gaat iets sneller. Oké. Oh, dat is meteen al heel interessant. Ik zie hier iets dat te maken heeft met een bepaalde onrust of een gebrek aan focus. Kan dat? Nou ja, misschien dat iets te maken heeft met, dat is ook waar ik ook een beetje voor kom vandaag. Mijn carrière zit een beetje in een dal. Dus ja, dat geeft wel een bepaalde onrust. Dit gaat meer over iets recents. En dat zou dan te maken hebben met dat je dan bijvoorbeeld bepaalde afspraken maakt, maar dat je door omstandigheden wordt afgeleid. Wat dan ook weer effect heeft op de mensen om jou heen. Nou, misschien dat dan iets te maken heeft met, dat is eigenlijk het andere waar ik het een beetje over wilde hebben vandaag. Het gaat met mijn relatie niet zo goed. Nee, dus dit gaat over dat je moet gaan letten op afspraken die je maakt nakomen. Ja. Sorry, is dit dat je boos bent dat ik net iets te laat kwam? Of? Nee. Ik kijk puur naar wat de kaarten zeggen, hè. En daar kunnen we nu heel lang over gaan discussiëren. Maar het is ook zonde van de tijd. Want we moeten ook, je was een beetje later, hè, gaan afronden. Nou, sorry, maar ik vind dit een beetje flauw. Sorry dat ik iets te laat was. Maar ik heb wel gewoon betaald voor een sessie. En ik heb nog niks te horen gekregen over wat de kaarten over mijn situatie zijn. Nee, nou ja. Ik kan nog wel twee kaarten bijleggen. En die geven dan vaak iets meer duidelijkheid. Nou, graag. Ja. Nee, ik kan hier niet echt iets anders van maken, vrees ik. Nou, volgende week zelfde tijd? Of althans dan de tijd die we hadden afgesproken? Ja.